Nou ja, goed. Wat ook nog heel belangrijk is, is dat je die vis niet wil verspelen. Nou, dat betekent, heel veel mensen hebben er dan zo'n fietsbandje omheen en het is allemaal te groot en te dik. Nou, ik heb daar een ander iets voor. Ik heb er lang mee bezig geweest. Het systeem is een Beguru, is dat natuurlijk ook al bekend. Anja de Groot heeft er ook nog wel eens een keer wat over gezegd. Maar ja, het is eigenlijk gewoon zo. Je pakt eigenlijk gewoon een lijn. Je bepaalt de afstand van hoe ver je wil vissen. Nou, dan heb je op een gegeven moment heb je je lijnclip. En dan heb ik daarvoor, ik zal daar de verpakking laten zien. Dat zijn haarelastiekjes, wat vooral Surinaamse mensen, vrouwen in de haar doen. Ik zal het even één voordoen. Je doet eigenlijk het elastiekje doe je om je lijnclip. Je hebt de afstand bepaald van je lijn. Dan gooi je hem over je spoel heen. En dan zal je zien dat als je uitgooit, dan blijft eigenlijk, zie je, dat lijntje blijft achter dat elastiekje van de afstand die je bepaald hebt. Stel je voor dat je hebt nou dadelijk beet en er komt dadelijk een grote karper eraan. Die geeft zo'n harde ruk en die breekt dan in principe je hele stiekje af. Nou, dat betekent dat je die vis nooit verspilt, want hij zit gelijk op de normale slip. Het is wel zo dat je dan natuurlijk weer opnieuw die afstand moet bepalen. Weer een hele stiekje om je clipje te doen. Kijk, om je clip. Je hebt de afstand weer bepaald en dat. Nou ja, goed, als je mettelt. Of je doet met een feeder, want dan werkt het ook heel erg goed bij. Al heb je zware korven. Hoe kun je dan weten dat je elke keer op dezelfde plek gooit? Nou, dat heb ik een heel simpel dingetje voor. Als je nou dat hele gebeuren, zeg maar, hebt uitgegooid. En je hebt die afstand bepaald. Dan pak je daar. Even kijken, ik heb hem geloof ik nou niet meer bij me. Maar ik kan het wel even zo vertellen. Kijk, je hebt dan wel voor een donkere lijn. Want je moet wel steeds op dezelfde plek gooien. Dan pak je een viltstift, dan maak je dit stukje. Maak je met een donkere lijn, maak je dat wit. Een lichte lijn gaat ook, kijk. En dat betekent dat als jij natuurlijk dat elastiekje breekt, dan weet je begot niet meer waar je gelegen hebt. Nou, dan is het eigenlijk een kwestie van eventjes ver ingooien. Dan draai je net zo lang je hengel op, totdat dat stukje geverfde lijn, hè, een soort vet is dat, dat dat boven je lijnclub doet. Dan zet je met een nieuw elastiekje erop en dan weet je precies wat de afstand is. Het is eigenlijk heel simpel. Gewoon een stukje met zwarte stift of met witte stift. Maak je dat eventjes wit. Nou, je wrijft dit er ook zo af. Hè? Als je op een gegeven moment zegt, nou ik wil dat niet meer, dan is het klaar. Kijk, en dan doe je hem gewoon. En elke keer als je nu gooit, gooi je dus elke keer, ik zal het even laten zien. Gooi je eigenlijk elke keer op dezelfde plek. Hè, dus je hebt nou, de afstand is nu bepaald. Nou, je pakt eigenlijk zo je lijntje. Je gooit hem in. En wat schept de verbazing? Kijk, je gooit hem nooit verder als hier, zeg maar, je lijnclip. Want dat blijft achter dat elastiekje hangen. Met gevolg, nou, dit is ook mooi wit. Stel dat je hem afbreekt. Nou ja, goed, dan drill je die vis, je bent een dingetje bezig. Dan gooi je hem weer opnieuw in. Komt zelden voor, hè, maar het kan wel eens gebeuren. Nou, dan weet je altijd waar je gelegen hebt op dezelfde plaats. Kijk, met pellenwekker komt dat nieuwe metertje aan. Maar met mettelen is dat natuurlijk wel belangrijk, dat je continu op dezelfde plek ligt. Ja, het is eigenlijk gewoon een heel simpel iets. Nou, zo'n zakje met van die elastiekjes, ja, het gaat helemaal nergens om. Dat koop je bij de Senus. En twee van die zakjes zitten meer dan 1000 van die elastiekjes in voor €1,99. Ja, en het is echt een uitvinding. Het vis veel fijner, je hebt het er ook zo van af. Je kan ook, als je klaar bent met vissen, kan je die hengels naast elkaar. Doe je even zo'n elastiekje om de oogjes, dat het netjes bij elkaar blijft. Dus je kan er ook zelfs nog die hengels ermee opruimen. Dus ja, het meerdere doelen, zeg maar. En ja, het is fantastisch. Ik wou het alleen maar even meegeven. Oké. Okay.